Ja, crowdfunding, dat is hip. Er lopen honderdduizenden mensen rond met goede plannen en ideeën. Maar hoe krijg je het geld ervoor bij elkaar? Dat is nog best een uitdaging. Wat dat betreft falen er meer projecten dan er slagen. Daar is dus ook een markt ontstaan. Ontstaan er bedrijven op die zeggen, we gaan je daarbij helpen. Ik heb een gast uitgenodigd, is ooit door managementteam genoemd. Dus een van de meest 25 creatiefste personen in Nederland. Heeft diverse merken en labels opgericht en inmiddels is hij, mag ik zeggen, de baas van Rimpel Starters? Pim Batist, ben je de baas van Rimpel Starters? Het is Ripple. Ripple Starters? Ja, ja, Rimpel Starters. Oh, dat klinkt als een mislukte cosmetische organisatie. Ripple Starters. Nee, Ripple Starters. Ja, ik ben inderdaad wel de baas. De chef. Zou je kunnen zeggen. Ja. Hiervoor, dat zouden ondernemers, we hebben veel ondernemers die kijken, ook kunnen kennen. Vraag Hugo. Ja. Die is ook, voor de mensen die het niet kennen, een kleine introductie. Is leuk. Ja. Alle ondernemers vragen op juridisch en fiscaal gebied, toch? Of nog breder zelfs? Ja, het wordt nog breder. Alleen nu is het een platform waar je als ondernemer documenten kunt maken zonder dat je hulp daarbij nodig hebt van een specialist. Dus in feite zijn alle documenten die juridisch van aard zijn, maar ook financiële documenten, dat zijn eigenlijk boomdiagrammen waar je doorheen gaat, waar je hele ingewikkelde vragen krijgt die je als ondernemer niet weet. En dan denk je, oh, weet je wat, ik ga een jurist inschakelen, want die kan dat dan voor mij helemaal goed formuleren. En met Vraag Hugo kun je dus, hebben we punt 1, die ingewikkelde vragen die hebben we platgeslagen. Dus hebben we in Jip en Janneke taal uitgelegd van, nou, je moet bepalen of je links of rechts wil, zeg maar, juridisch. Ja. En dan klik je daar zo doorheen en heb je in een paar minuten heb je eigen document gemaakt. Oké. En hebben jullie aan de achterkant, zien jullie ook, waar worden nou de meeste, waar worstelen de ondernemers het meeste mee, zeg maar? Op dit moment zijn ze heel druk met die FAR die vervalt. Oh, lekker. Ja. Ja. Ja, daar zitten ze natuurlijk met het handen in het haar, omdat ze niet weten wat voor overeenkomsten ze moeten hebben. De Belastingdienst die biedt ze modelovereenkomsten aan. Maar die zijn eigenlijk alleen fiscaal zijn ze goed. Dus juridisch niet. Het juridische gedeelte wordt helemaal niet naar gekeken. Voorbeeld wat ik kan geven is geheimhouding. Ander is intellectueel eigendom. Dus stel dat je iets creatiefs doet, wat gebeurt er dan met het intellectueel eigendom wat je maakt als ondernemer? Moet dat naar jou of moet dat bij jou blijven? Moet dat juist naar die opdrachtgever? Nou, dat soort vragen, dat wordt daar allemaal niet goed in geregeld. En daar hebben we wel een oplossing voor. Daar bieden we nu dan tot 1 mei bieden we dan gratis die tool aan. En dan klik je er gewoon zo doorheen en dan kan je hem zelfs ook zien en lezen. En dan als je denkt van, nou, dit is inderdaad wat ik wil, dan druk je op download. En dan heb je kan je je opdracht gaan uitvoeren. Ja, het is echt ook, want dit is een van de voorbeelden die we er even uitlichten. Je hebt allerlei verschillende dingen. Je hebt Celebent ooit, Africa Unsigned, Ready to Scale. Zo allemaal van die ontspruiten die ideeën bij jou altijd uit dat je iets simpeler wil maken. Is dat een beetje, ik zoek natuurlijk naar de samenvatting van Pim Batist. Ja, ik snap het. Wat is dat wat jou het meeste drijft om zoiets op te zetten? De samenvatting is meer een resultaat. De drijfveer die zit hem erin dat ik heel graag dingen makkelijker wil maken voor ondernemers. Dus de drempels die er zijn, die wil ik wegnemen. Dus met geld, met technische kennis en met know-how. Voor de groei was er ook eentje die waar jij bij betrokken bent geweest bij de oprecht. Is dat nou gewoon echt een crowdfunding platform daarmee? Ja, crowdfunding is een verzamelterm. Ja. En er zijn er, nou, als ik het heel snel uitleg, zijn er eigenlijk 4 belangrijke vormen van. Je hebt donateren via zo'n platform. Je hebt investeren voor aandelen. Je hebt investeren voor eigenlijk schuld, hè? Dus dat je een lening geeft. En je hebt het backen heet dat dan. Dus dan doe je een donatie officieel, maar je betaalt eigenlijk voor een product wat nog gemaakt moet worden. Dat zijn de 4 vormen die er zijn. En voor de groei richt zich eigenlijk op dat crowdlending. Dus het financieren als lening. Dus dat betekent dat de bedrijven die op voor de groei komen, dat groeibedrijven moeten zijn. Dat moeten bedrijven zijn die al winst maken. Aantoonbaar. Ja. Die, geen start-ups eigenlijk. Geen start-ups. Dat zijn bedrijven die klaar zijn voor de volgende stap in hun levenscyclus, die vanaf de 250.000 euro nodig hebben en naar boven toe en die zelf ook al goed draaien. Oké, je noemt al gelijk verschillende vormen. Ik weet dat heel veel ondernemers ook worstelen met al die verschillende vormen, die termen. Je had een tweetje over financiering. Je zei, de gestapelde financiering wordt de norm. En toen dacht ik al gelijk, oh, dat is volgens mij ook zoiets waarbij de ondernemers op de borrel tegen elkaar dat na-echoen. Van, ik heb trouwens net gelezen van Pim Batist dat gestapelde financiering de norm. En geen idee hebben wat het inhoudt. Ja.
Is dat ook wat we in die mix moeten meenemen? Dus crowdfunding, maar je hebt ook natuurlijk nog gewoon werk. Ja, er zijn een paar zijn er weggevallen doordat ik die tweet eroverheen geplakt heb. Oké, okay. Nou, geeft niks. Gestapelde financiering heeft er simpelweg betekent dat er dus verschillende financieringsvormen over elkaar heen gelegd worden. En als je bijvoorbeeld op Vraag Hugo, daar zit ook een financieringstool in. Dus dan klik je op financiering en dan kan je eigenlijk in 3-4 minuten door antwoord geven op de vragen, kom je op een heel overzicht met allerlei verschillende financieringsvormen. En we zijn zeg maar begonnen met degene die het meest interessant zijn voor de ondernemer. Dat is de bank. Klinkt gek, ja, maar het is gewoon het fijnste. Krijg je toch niks meer los? Dat hangt er vanaf. Het is hoe ver je bent met je bedrijf, hoe hoog je solvabiliteit ingewikkeld wordt voor je eigen vermogen. Dat is weer een ingewikkeld woord voor je zakcentjes, zeg maar, als bedrijf. Als je daar voldoende van hebt, dan kan je natuurlijk daar bovenop nog meer gaan lenen. En dan is de bank een goede optie. Ja. Maar op het moment dat je daar te weinig van hebt, dan zegt de bank, wacht even, de ratio's kloppen niet. Met andere woorden, je hebt te weinig eigen vermogen voor het geval dat het misgaat. Nou, dan is het verstandig om een combinatie te gaan maken. En dan moet je dus eigenlijk een pot met geld gaan vinden die als eerste gebruikt wordt op het moment dat het fout gaat. Dus dat betekent dat je een hoger risicoklasse daaraan koppelt. En dan heb je het eigenlijk over bijvoorbeeld equity funding. Dus dat betekent dat je aandelen uitgeeft en dat je dan eigen vermogen creëert. En equity funding kun je doen met informal investors. Dus mensen die zeg maar als angel investors gewoon direct geld in jouw bedrijf steken. Of je kunt het op een crowdfunding platform die dat doet. Dus Simbit is daar een voorbeeld van. En er komt een nieuwe aan. Eureka, die doen dat ook. En dan krijg je dus eigenlijk van de crowd krijg je eigen vermogen. En daarbovenop kun je dan gaan lenen. Met dat geld ga je eigenlijk naar de bank. Waarvan je zegt, ik heb al een stukje. En we zoeken er nog wat bij. Ik geloof 8% van de aanvragen die gedaan worden, maar worden gehonoreerd op dit moment bij banken. Dus dat ik het terughoor vanuit de ondernemers. Ja. Had jij ook een berichtje over, die is wel leuk, want daar komen we een beetje in de buurt van dat crowdfunding. En ook vooral op Ripple starters, om het nooit meer Ripple te zeggen. Dus dat crowdfunding, het lenen van je buurman. En er zit, dat is eigenlijk een beetje het idee natuurlijk. Er zit gewoon heel veel geld in niet alleen de markt, maar ook wat dat betreft in de samenleving, als ik het zo mag zeggen. Dus de mensen die dat vroeger allemaal netjes op de spaarrekening zetten, waar je tegenwoordig voor moet betalen om het daar te mogen laten. Ja. En is dat nog steeds het idee, zeg maar, van het succes dat mensen ook wel willen aan, en hier staat een buurman, dat viel mij dan wel. Dus ik ken iemand, en nou, die gun ik wel dat geld. Ja. Of durf ik het ook wel aan het vreemde te geven? Dit is een oude. 2012. Ja joh, huppakee. Ja, we gaan die hele timeline door. Ja, leuk. Ja, er is gewoon veel te veel geld wat stilstaat op de spaarrekeningen van Nederlanders. Ja, of onder de matrassen. Ja, dus volgens mij uit mijn hoofd 200 of 385 miljard. Dat staat er stil. Dus dat moet in beweging komen. En voor de groei die werkt er hard aan. Om dus de koppeling ook te gaan maken met de institutionele beleggers. Zodat je samen met hen ook echt slagvaardig wordt. Hè? Dat je in feite met jouw 1000 euro mee kan doen met de weet ik veel hoeveel miljoen zij steken in MKB-markt. Dat zou heel mooi zijn. En dat soort modellen, daar gaan we wel naartoe. Wat we met Ripple starters aan het doen zijn, is eigenlijk dat we onze dienstverlening verbreed hebben. Ik ging op een gegeven moment een beetje achter mijn oren krabben en zeggen van waar ben ik nou eigenlijk het meest enthousiast over en waar ben ik nou eigenlijk het beste in. Crowdfunding is eigenlijk een resultaat van mijn droom om te ondernemen. Ja, en het woord crowdfunding bestond nog helemaal niet toen ik begon met crowdfunding. Ik had gewoon een idee om artiesten een middel te geven waarmee zij de studio in konden. Dat was met Cellaband. Met Cellaband. En dus wat ik daar gedaan heb is het merk bedenken en vervolgens de techniek eromheen en de lancering ervan. En uiteindelijk kwam daar crowdfunding uit. Dus ik ben daardoor crowdfunding specialist geworden. Je bent gewoon de uitvinder van crowdfunding. Reward-based crowdfunding was de eerste ter wereld met het Cellaband. Ja, ja. Dus we waren, maar de andere vormen die zijn, ik weet het niet eens. Nou, Kiva was met lenen, was die ongeveer op hetzelfde tijd. Dus ik was inderdaad erg vroeg.
Ik heb er zoveel van geleerd als ondernemer. Ja. En ben daarna naar Afrika gegaan. Heb daar ook dezelfde software gebruikt om al crowdfunding in Afrika te gaan doen. En vervolgens Ready to Scale, wat een incubatornetwerk is voor groeibedrijven. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik heb eigenlijk best wel wat merken neergezet. Misschien moet ik daar een blauwdruk van maken, zodat ik ondernemers de middelen geef en eigenlijk een stappenplan geef waarmee zij heel snel naar die markt toe kunnen. Dat is eigenlijk wat met Rimple Starters gebeurt. We pakken er gewoon even een beeld bij, ja. van de website. We transform good ideas into successful business. En dan staan er ook al bij, al 70 projecten, 10 miljoen bij elkaar en 90% success rate. Die 70 vind ik op de website nog niet allemaal terug. Nee. Dit is een plaatje wat over 2 weken veranderd gaat worden. Dus de mensen die kijken, die zullen dit niet terugzien. Als ze over 2 weken gaan kijken. Deze success rates die zijn nog veel groter geworden eigenlijk, omdat we een partnership gesloten hebben met Holder. Holder is opgericht door 2 broers, Tim en Chris op Dam. En dat is een bedrijf van tussen de 60 en de 80 man. En zij zijn zeg maar softwareontwikkelaars. En als je dan wat zij allemaal gebouwd hebben en hun ervaring en success rates koppelt aan die van mij, dan krijg je een heel ander plaatje. En wat wij samen eigenlijk willen doen is in een 5-stappenplan die ondernemer helemaal laten focussen op waar hij heel goed in is. En dat is zijn idee uitvoeren en de markt en verkopen wat hij bedacht heeft. Ja. En de techniek daarvan en het financieren daarvan, daarbij geven wij hem alle middelen om dat te doen. Dus het begint met stap 1, dat is pitch it. Dus daar komen ze naar ons toe en dan vertelt die ondernemer, dit wil ik doen. Vervolgens vertalen we dat naar een waardepropositie en naar eigenlijk een technische briefing van wat heb je nou eigenlijk technisch nodig om dat ook te realiseren. Dan gaan we naar stap 2 en dat heet prove it. Bij prove it gaan we valideren wat die ondernemer allemaal eigenlijk al van aannames gemaakt heeft. En dat doen we met een prototype. Dus we bouwen eigenlijk die site zonder achterkant. En dan gaan we naar de doelgroep en dan gaan we klikken en dan gaan we kijken hoe die mensen daarop reageren. En vaak wordt die prototype ook gebruikt om financiering op te halen. Dat is stap 3. Dan kun je al wat laten zien. Ja, ja. Precies, ja. Dan heb je echte waarde, heb je je merk, heb je al eigenlijk in iets heel tastbaars gezet. Dus stap 3, fund it. Dan kunnen we crowdfunding inzetten, informal investment inzetten en eigenlijk de beste financieringsvorm erbij zoeken. Sommige ondernemers hebben al geld. Nou, dan hebben we geld en dan gaan we bouwen. Dan komen we op build it. En daarna gaan we naar grow it. En dan hebben we eigenlijk een heel social media team wat ervoor zorgt dat jouw product niet alleen gelanceerd wordt, maar ook beroemd wordt. En dat wordt heel vaak vergeten door ondernemers. Die zijn eigenlijk zo verliefd op hun eigen concept, dat ze vergeten hoe moeilijk het is om dat echt om anderen ook verliefd te laten worden. Ja, precies. Ja, want je had een paar dingen vond ik dan wel op de site. Onder andere de Ocean Cleanup van Bojan Slot. Dat is natuurlijk zo'n likable voorbeeld. Ja. Ook heel veel press meegehaald. Ja. De wereld draait door, BBC, CNN. Dus dan denk ik, dat is mooi, dat is makkelijk. Maar als jij in de innovatie van nippelventiel acceleratoren zit, cool woord, dan is het veel lastiger om mensen aan te haken om jouw nieuwe nippelbouwmachine gefund te krijgen. Ja. Dus is elk verhaal, leent dat zich wel voor om mensen echt aan te laten haken via crowdfunding, om ze verliefd te laten worden op je. Niet alles is even media. Niet alles. Nee, dus daarom als wij financiering realiseren of gaan helpen realiseren bij onze klanten, dan kijken we heel erg naar wat voor financieringsvorm past nou eigenlijk bij jouw product en bij jou als persoon. Op het moment dat je iets heel erg longtail-achtig doet, dus iets heel erg wat niche is en in een bepaald vakgebied heel erg cool is, maar wat heel veel mensen helemaal, wat de massa niet zal begrijpen en niet leuk vindt, dan is het veel interessanter om op zoek te gaan naar bijvoorbeeld een partnership model. Dus dat je een stuk of 20 mensen binnen jouw branche overtuigt om, laten we zeggen, €10.000 te investeren. En dat je dat dan weer via een stak, dus via een stichting administratiekantoor regelt, dat ze certificaten krijgen, zodat je niet 20 aandeelhouders krijgt. Maar dat je er op die manier zeg maar wel toch ook hun kennis en hun netwerk inzet. En op die manier heel snel zo'n niche product in de markt kan zetten. Ja, en zo kom je er zelf dus echt die mix gaat
per ondernemer er zo verschillend uitzien. Dus ja, daar zag jij ook, want zo moet het ook zijn, daar zag je ook een businessmodel. Want uiteindelijk, dit doen jullie niet vanuit liefdadigheid. Nee, we doen het. Nou, we doen het wel vanuit passie. Want we vinden het. Ik bedoel, ik ben zo blessed dat ik elke dag met ondernemers mag praten met zulke gave nieuwe ideeën. Dus het is, ik bedoel. De liefde voor het vak gaat echt wel voor. Maar ons verdienmodel is heel simpel. Uurtje, factuurtje. Wat ouderwets. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, want ik heb altijd die moeilijke nieuwe businessmodellen. En dat kan als je heel groot en gaat schalen. Dan kan je hele gekke dingen doen met businessmodellen. Maar ik wil nu gewoon ondernemers die een goed idee hebben op weg helpen. En iemand die, laten we zeggen, 15.000 euro heeft aan spaargeld. Die kan ik met mijn team een bedrijf neer laten zetten waar, laten we zeggen, 5 ton financiering voor nodig is. Dus hij hoeft geen aandelen weg te geven om toch die vliegende start te maken. Maar hij is misschien wel een derde van zijn 15.000 euro eerst kwijt aan jullie diensten. Hij moet die 15.000 euro investeren zelf vanuit zijn spaarpotje. En daarmee creëert hij heel veel waarde. En dan pas gaat hij op zoek naar financiering. En wat je heel veel ziet is dat mensen met een idee rondlopen. Niet weten hoe ze dat kunnen vertalen naar iets tastbaars en concreets. Dus het conceptdenken is voor heel veel mensen lastig. En die vertaalslag naar de waardeproposities is voor mensen heel lastig. Op het moment dat je dat gedaan hebt en je hebt een prototype. En je gaat daarna met een investeerder praten. En je zegt van ja, maar dit is echt heel veel waard. Je moet natuurlijk niet te veel. Hè? Want op het moment dat je je waarde te hoog zet. En er stapt een investeerder in. En je maakt niet waar wat je beloofd hebt. Dan heb je ook een probleem. En het is gewoon niet eerlijk naar de investeerder toe. Maar wat ook niet eerlijk is. Is dat je veel te veel gaat verwateren in het begin. Dus er zijn heel veel oplossingen die gericht zijn op startups. Die vanaf het begin meteen dat stukje aandelen pakken. Ja. En ik heb er altijd een beetje met twijfels bij. In hoeverre dat nou goed is. De meeste grote, toch? Ik bedoel, als we kijken naar de startup bootcamps of de andere programma's in die lijn. Zijn die niet allemaal gericht op dat je eigenlijk een stukje van je aandeelhouderschap al inlevert? Een soort van future payment, wat je daarbij. En er zit ook nog een anti-verwatering in. Dus dat betekent dat op het moment dat je een paar jaar later bent en er wil iemand instappen tegen een lagere waardering dan datgene in die documenten of dat contract staat, dat je dan dus eigenlijk als ondernemer extra moet verwateren omdat zij niet verwateren. Nou, ik zeg niet dat het slecht is. Hè. Ik zeg alleen dat er voor bepaalde mensen die dus een heel goed idee hebben, die eigenlijk alleen de techniek nodig hebben en de funding nodig hebben om dat goed in de markt te zetten, ja, die mensen die hebben misschien veel minder aan zo'n klasje. Ja. En die kunnen dan veel beter gewoon zelf zeggen van, nou weet je, ik steek daar wat geld in. En als ze dat geld niet hebben, kunnen ze dat lenen van een oom of zo. Maar dan hebben ze wel een paar stappen overgeslagen. En misschien daarna nog dat klasje als ze dat nodig vinden. Maar jullie hadden een hele mooie quote van Dropbox getweet op Ripple Starters. Don't worry about failure. You only have to be right once. Van Drew Houston, hè? De co-founder en CEO of Dropbox. Yeah. Ik vind hem heel mooi. Ook mooi dat jullie hem doorsturen. Maar dit is natuurlijk wel ook de harde realiteit. Hè? Ik weet niet of jullie zijn heel eerlijk. Je zegt 90% succes. Yeah. Maar de cijfers die ik ook tegen 75% van de fundingacties of het opzetten van loopt gewoon op de klippen. Ja, kijk, als je naar financiering en crowdfunding kijkt, dan zitten er zoveel opportunisten die gewoon denken van, weet je, ik ga het aan de crowd aanbieden. En dan doen ze het vaak ook nog eens een keer met een donatiemodel. Dat ze dan verwachten dat mensen een paar miljoen gaan of een paar ton gaan overmaken, omdat zij hun idee zo onwijs leuk vinden. Ja, dat prima. Daar maak ik niet zo'n zorgen over. Wat ik hier zo super inspirerend aan vind, is dat je dus gewoon moet blijven gaan. Je moet blijven proberen. En we hebben hier in Nederland best wel een cultuur die langzaam aan het veranderen is in de goede richting, vind ik. Als je failliet gaat, dan ben je een grote failure. Dan moet je eigenlijk een groot kruis op je voorhoofd hebben. Het wordt nu nog steeds bij banken gevraagd. Ben je wel eens failliet gegaan? Ik zou het wel vragen, maar dan een pluspunt geven. Want iemand die failliet gegaan is, heeft gewoon heel veel geleerd. En kijk gewoon naar sport. Kijk naar een trucje. Leg nu zo'n bierviltje neer en pak hem op zonder dat je hem. Weet je, dat soort trucjes, dat moet je 5 keer doen. En de 5e keer heb je hem. En de 6e en de 7e en de 8e keer ook. Waarom zetten we dat niet ook in op onze start-ups? En waarom maken we het klimaat niet zo dat we veel vaker kunnen proberen om de wereld beter te maken? Want wie dat moet dat klimaat dan zo maken? Is dat iets? Moeten wij met elkaar afspreken? Of zeg je, het loopt eigenlijk vooral spaak op die grote traditionele instellingen, zoals bijvoorbeeld een bank?
Nou, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de cultuur daar anders naar moet kijken. Ik zeg dat we sneller moeten zeggen tegen onszelf van ja, het is gewoon mislukt. Hè? Je ziet heel veel van die start-ups die een beetje doormodderen. Ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Maar uiteindelijk met Africa and Science was ik zo warm. Was er bijna om hem toch nog van de grond te krijgen op een heel grootschalige manier. En uiteindelijk ging er toch net iets mis in de keten in Afrika. Want we hebben daar gepivot en uiteindelijk hadden we dus een model waarbij we muzikanten de mogelijkheid boden om gefinancierd te worden door hun fans via de mobiele telefoon met gesponsord geld. Dus dat was een prachtig model, maar uiteindelijk bleek dat er helemaal geen behoefte was aan marketing, maar aan distributie van mijn sponsor. Toen was het voor mij van oké, nu leren is het moment. Ja. Nu moet ik gewoon terugtrekken en mijn geld wat ik hierin heb gestoken loslaten en doorgaan met mijn leven en iedereens leven. En dat moment is heel moeilijk. En daar moet je eigenlijk heel blij mee zijn dat het er is. Want dan heb je weer een heleboel geleerd. Iedereen heeft er heel veel van geleerd. En we hebben gewoon heel erg ons best gedaan. En het is niet gelukt. En uiteindelijk hebben we met iedereen het einde van de onderneming ook gewoon gevierd. En dat was een prachtig. Want het zijn een soort huwelijken die je aangaat met je investeerders. En dat is een huwelijk voor het leven. En dit bedrijf is voorbij, maar de relatie met die investeerders gaat gewoon door. Dus het is oké. Al die ervaring heb jij meegenomen. Onder andere dus in Ripple Starters, waar ondernemers kunnen aankloppen die verder willen. En als je geen zin hebt in een klasje, als je geen zin hebt in verwatering, als je wel je bedrijf een serieuze kans wil geven. Dankjewel voor het licht schijnen daarop. Heb je interesse, kijk dan vooral eventjes natuurlijk verder op Ripple Starters. Ik vind het leuk dat je hebt gekeken naar Timeline. Wil je meer uitzendingen zien en wil je ze misschien wel automatisch in je inbox krijgen? Abonneer je dan even op onze nieuwsbrief. Superleuk. En anders dan download je natuurlijk de gratis app voor Android en iPhone. En kun je echt onbeperkt en for free 7 ditjes tot je nemen wanneer je maar wilt. Tot de volgende uitzending.